Hey Rico. Hey Stef man. Hoe is het? Ja, goed man. Tijd geleden man. Echt, al lang niet gezien. Lang knuppen we gewoon. Echt hè, maar vandaag gaan we doen. Ja. Jongens, welkom bij de allereerste aflevering van Ga Lijf met ons. Fuck yeah man, ik heb er zin in. Wat gaan we doen vandaag Rico? Vandaag gaan we met onze allereerste vennetje gaan we een lekkere tattoo laten zetten bij Stay Classy. Want dat wel wij. Echt hè, we zijn in Schiedam vandaag bij Stay Classy. En daar is onze kijker. Heel toevallig stond hij al achter de camera. Yo. Hey man, yo. Wie ben jij? Hoi. Kom welkom. Chris, 23 jaar, 24 jaar inmiddels, woon in Den Haag. Wanneer ben je jarig geweest? 15 augustus, dus eigenlijk kom ik een tijdje terug. Gefeliciteerd. Thanks. Vandaag gaan we samen met Chris een tatoeage laten zetten. Dat was zijn idee. Ja. Waarom? Ja, ik ben pas geleden getrouwd, ongeveer een maand terug. En een gezamenlijke rekening, weet je. Dus ja, alles is duur. Dus ja, tattoo. Fuck. Goeie shit. Nou jongens, laten we gewoon lekker naar binnen gaan voor een gratis tattoo. Ja, top. Hey, Hansi. Tijd geleden, ouwe. Ja, man. Hey, pik. Oh, zo, nog niet geweest hier? Hey, deze shit ziet er fuck vet uit. Dergen die zijn van ons. Tof even, man. Ja, dat vind ik echt vet. Dat vind ik echt super vet. Ja, super vet. En Chris wilde graag samen met ons het logo zetten. Dus wat let ons? Wat let ons, jongens? Hoe groot is die, denk je? De bal of zo. Waar wil jij, Rico? Want jij zit al aardig vol. Ja, ik doe hem denk ik ergens op mijn been. Gewoon bij mijn balzak of zo. Dat is niet lekker voor Hans. Ik denk dat ik hem ook op mijn been doe, maar ergens zie je misschien wel kuit of zo. Ik zet hem lekker op mijn ribben. Lekker. Hij wordt moeilijk. Echt, hè? Lekker. Ja, dat is de privilege, denk ik. Wie gaat eerst? Ja, jij mag eerst, man. Duidelijk. Nou, heb je er zin in? Tuurlijk. Let's go. Oh, ik vind het wel spannend, man. Maar ik niet voor mij per se. Maar gewoon voor hem. Waarom? Dat is toch echt niet, man. Heb je er zin in? Ja, goed. Hij komt onder je, of gewoon het spiegelbeeld van die andere? Nou, of niet iets? Helemaal. Iets meer naar voren. Oké. Okay. Ik heb hier ook planning. Het lijkt me echt een pijnlijke plek, man. Ja. Nou, we zien het wel. Jij had hem hier toen toch laatst. Ja, ik ga mijn kont zorgen. Ja, maar ik denk dat dit nog vervelend is. Bij mij niet. Dat is nog vervelend voelen. Ja, maar die laatste keer inderdaad zo, jongen, dat was echt geen pretje. Nou, bij de twee Red Bulletjes, dus goed suiker, dat vind ik helemaal goed af. Ja. Stijn stempeltjes. Ja. Ja, sick. Ja. Vet. Nee, maar ben er een beetje klaar voor? Ja? Ik hoor het geluid al. Dus nou gaat het gebeuren. Mag het van je vrouw? Ik heb al een klein beetje overlegd. Klein beetje? Ja, volgens mij mag het niet. Mijn maat zegt dat het weer hoor. De kans is dat. Nou ja, bij deze. Maar dat is denk ik wel het voordeel aan dat er geen tekst bij staat, man. Klopt. Gaan we, jongens. Uh-oh. No way back, man. Hij staat erop hoor. Nou, wat vind je ervan? Ja, fucking vet hoor. Hij is goed gelukt ja, nou hè. Ik vind hem echt vet. Laat hem even zien. Laat even kijken hoe hij eruit ziet. Lekker aan het bloeden ook. Lekker bloeden. Maar hij is wel vet geworden. Ik vind het echt vet dat het een beetje een Looney Tunes stijl wordt ofzo, man. Ja, een beetje Looney Tunes. Ja, het is gewoon een Lijpe Tunes. Wie gaat er nou als volgende in? Steen, op vier, schoon.
hij klaar. Ik voel die zachte handjes van Hans om mijn kuit te masseren. En ik ga even kijken in de spiegel hoe die eruit ziet. Ja, vet man. Vet. Hallo, test, test. Hallo, test, test. Nou, ik zei het, maar ik moet eerst aan de Wat raar man, ik heb nog een beetje een leeg rechterbeen, dus je dacht, is mijn plek. 5 minuutjes. Ja, 5 minuutjes. Zou ik het echt een 5 minuten kunnen? Ja. Zullen we gaan tijd? Ja, maar dan wordt mij niet meer fucking lelijk zeker, omdat je blaast niet. Weer fucking lelijk. Weer, waar slaat het nou? Zodra je die naald erin zet, hè Hans? Ja, gaan we fijn man. Hé, hey, maar waar moet mij dan weer worden getimed? We zijn over de 2,5 minuut heen, Hans. Zit je al over de helft? Ik denk niet dat je het haalt. Ja, als je het niet haalt, dan maakt niet uit. Nee, hè? Het is niet dat we een kilo halen of zo. Is klaar? Nu is het deze maand nu. Ik ben streepjes vergeten. Maar dat doen we. Ja, die kan ik nu zetten. Ja, deze streepjes. Niemand die het ziet. Ja, dat kan ik een kopje. Lekker in team bij dit. Ja, ik vind het lekker man. Nou jongens, iedereen heeft een mooie... Nieuwe lijptatoeage. Ben je er blij mee? Ja, zeker. Ben jij er blij mee? Zeker. Ik ben er ook blij mee. Ben je er blij mee? Ben jij blij met je persoonlijk record? Ja, sowieso. Ja, 4 minuten 55, hè? Ja, gewoon een tattoo. Voor een lijptatoeage. Ja. 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 Top. Okay. Nou jongens, dit was hem dan. Dit was de eerste. Ga lijp met ons. Onze eerste echte fan. Echte, hè? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ook voor hem natuurlijk. Hij was gewoon bij. Doe even een blauw duimpje omhoog voor Stay Classy. Absoluut, en vooral wel. Stay classy, vrouw Hans. Vrouw Hans. Box, Jowie. Box. Oh, hey, thanks. Ah, oh, zo. Doe je? Doe je. Ja, oké, man.